Oké, namens het kenniscentrum plantstoffen zal ik een toelichting geven op het initiatief wat de Nederlandse tuinbouwsector heeft genomen om een bijdrage te leveren aan het oplossen van een aantal maatschappelijke uitdagingen met de extractenbibliotheek. Eerst, de Nederlandse tuinbouwsector is een krachtig cluster met een economische impact van exportwaarde van 13,5 miljard euro. En dat is ongeveer vergelijkbaar met wat wij uitgeven aan medicijnen en hulpmiddelen. De voornaamste kracht in de Nederlandse tuinbouwsector op het gebied van plantenstoffen zit hem in de aanwezige biodiversiteit van gewassen en dus ook aan inhoudstoffen. In elke plantensoort zitten ongeveer 30.000 verschillende inhoudstoffen. Als we dat vermenigvuldigen met het aantal verschillende gewassen wat geteeld wordt in Nederland, dan is het potentieel aanzienlijk. De andere kracht van de Nederlandse tuinbouwsector is, als je kijkt naar de keten, en ik mis wat bolletjes, maar die komen dan zo. Even geduld. Zo goed om een aantal rustmomenten te hebben in je presentatie, bij zo'n pitch. Zit hem in de veredeling. We zijn mondiale top op het gebied van veredeling, zowel groenteteelt als sierteelt. Het zit hem in het telen van onze gewassen. En het zit hem in het verhandelen van al onze producten die de weg vinden naar de internationale consument. Samen met onze kennisinfrastructuur, de Universiteit van Wageningen, Universiteit van Leiden, Amsterdam en de andere academische instellingen is dit een heel krachtig cluster wat een bijdrage kan leveren aan de biobased economy. Oké, de maatschappelijke uitdagingen die relevant zijn voor u en voor de tuinbouwsector. De eerste die zijn al genoemd vandaag, maar met name de vraag naar, van de consument naar gezonde en eerlijke producten. Daarnaast vanuit de verschillende industrieën nieuwe functionele componenten zoals nieuwe antibiotica. En de tuinbouwsector levert een bijdrage aan verduurzaming door het verwaarden van de reststromen in karton, in dit geval een voorbeeld, en bouwmateriaal. Dus van kostenpost naar opbrengstfactor. En daarnaast is de tuinbouw bezig om planten te telen voor nieuwe markten. Dus planten niet voor food and fun, maar planten voor medicijnen, cosmetische componenten en bijvoorbeeld voor kleurstoffen. Het potentieel aan inhoudstoffen wat aanwezig is, vraagt een structurele aanpak. En dat hebben we nu gedaan met de extractenbibliotheek. De extractenbibliotheek gaat zorgen dat de tuinbouwsector samen gaat werken met de verschillende afnemende sectoren. Ik zal uitleggen wat de extractenbibliotheek inhoudt. We gaan in totaal 1500 verschillende plantenfamilies telen, waarin de hele biodiversiteit aan inhoudstoffen aanwezig is. Die worden biologisch geteeld en na de teelt worden die planten geëxtraheerd. Al die inhoudstoffen worden eruit gehaald. Om een voorbeeld te geven van een extract, een nu bekend extract is Tia Maria, dat is een extract van koffie. Zo maken we extract van alle planten. Als we dat zouden doen, zouden we een slijterij nodig hebben, maar de laboranten hebben daar een kleinere oplossing voor bedacht in miniatuur microtitenplaatjes. Met die microtitenplaatjes, met die extracten, gaan we in onze koffer, met onze koffer in de auto, naar die afnemende sectoren. En wij geven die extracten aan hun en zeggen, gaan jullie nou op zoek naar actieve stoffen die voor jullie interessant zijn. Waaronder pharma, cosmetica en andere toepassingen. Op het moment dat er wat gevonden is, kan er een samenwerking opgezet worden. Dus die extractenbibliotheek is een open innovatiemodel om tot die toepassingen te komen. Waarbij collega's samenwerken binnen de keten, maar met name ook de cross-sectorale samenwerking met de verschillende sectoren. Op dit moment zijn dit alle partners die aangesloten zijn bij de extractenbibliotheek. Dus behalve veredelingsbedrijven, telers, zijn het ook de afnemende sectoren, de kennisinstellingen en de binnenregio's, verschillende regio's in Nederland. Dat zorgt er ook voor dat er afstemming is
van activiteiten in de Nederlandse tuinbouw op dit gebied. Dus op deze manier worden er samen met de industrie en met de tuinbouwsector nieuwe productmarktcombinaties ontwikkeld, waarbij de tuinbouwsector een centrale partner is. Bij die samenwerking zijn nieuwe businessmodellen nodig, co-development strategieën, en waarbij de partners ook zich realiseren om niet de hele taart te willen hebben, maar een gedeelte van de taart. En gezamenlijk kunnen we zorgen dat die taart groter wordt en dat er verdiencapaciteit ontwikkeld wordt. De Extractenbibliotheek is een paar weken geleden in Frankrijk gehonoreerd met de Innovatieprijs. Dus ook in het buitenland erkent men deze aanpak. En onder andere heeft Moët en Chardon interesse getoond om gebruik te maken van die Extractenbibliotheek. Dus een betere samenwerkingspartner kan je niet wensen. Dit is onze toekomst, waarbij in de kas hoogwaardige teelten plaatsvinden, dat de inhoudstoffen worden geproduceerd en die vinden een weg naar de verschillende industrieën. Aan u het verzoek om bij ons te komen te kijken wat wij kunnen bieden. Dus kom in de kas, niet één keer per jaar, maar doe dat vaker. En aan een tuinbouwondernemer zeg je dan altijd van kom uit die kas om die nieuwe uitdagingen, nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Dank u wel. Dank je wel, dank je wel.